Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mostcuties.nl. Vandaag heb ik een leuke squishy unboxing voor jullie. Het leek me leuk om deze dozen vol met nieuwe squishies even aan jullie te gaan laten zien. Het is altijd fijn om een squishy eventjes te zien, hoe die squished, hoe groot die is. Dus dat ga ik vandaag met jullie doen. Deze squishies vind je nu allemaal op mostcuties.nl. Dus daar kun je ze shoppen. En laten we gaan kijken wat er allemaal in zit. Ik heb de doos al opengemaakt en zo kun je dus ook meteen zien hoe iets bij ons binnenkomt. We krijgen dus zakken met, dit zijn allemaal kleine leuke hangertjes die bij de squishies gaan. Dit zijn de zakjes waar ze in moeten. En nu weten jullie waarschijnlijk ook al wat er in deze doos zit. Het zijn namelijk superleuke mini avocado's. En deze zijn echt heel erg mooi. Dit zijn ze. Dit is echt een superleuke squishy. Lekker zacht, goede kwaliteit. Pas altijd op met squishies dat je ze niet omflapt. Dus dat je niet bijvoorbeeld dit bolletje naar beneden trekt of het strikje omflapt. Maar wat zijn ze leuk. Als je zo'n squishy hebt... Dan komt er zo'n leuk hangertje bij. En die gaan bij elkaar in het zakje. Het hangertje, daarmee kun je hem leuk aan je sleutels hangen. En dan gaat het zakje dicht. En zo worden ze naar je opgestuurd. Heel leuk. En dan laat ik jullie meteen even mijn autosleutel zien. Want daar hangt deze natuurlijk al aan. Kijk, ik heb hem meteen in gebruik genomen. Nou, deze doos is van Punimaru. En hierbovenop zie je het al een beetje. Het zijn hele grote dozen met supercoole peaches erin. En die peaches zijn humongous, oftewel gigantisch. Zo zitten ze in het doosje. Dat doosje dat kan dus nog dicht. En zo ziet de Poison Peach er dan uit. De Poison Peach Humongous Peach Squishy. Dit zijn de doosjes voor ook de andere kleuren. Er is een speciaal doosje voor oranje, voor paars en voor roze. Nou, dan gaan we ze eerst maar eens eventjes van dichterbij bekijken. Ik ga deze even openmaken. Dit is hem dan. En zoals je kunt zien, hij is echt heel erg groot. En het is bijna een krachttraining om hem in te duwen. Maar wat is dit cool zeg. Een hele coole peach squishy. En dit soort squishies zijn natuurlijk echt collectors items. Van Punimaru, dus van top kwaliteit. Maar ja, zo'n grote squishy is natuurlijk echt gigantisch. En zo is er dus ook een mooie roze. En de paarse poison kleur. Poison. Poison. Best een moeilijk woord om te zeggen. Poison peach. Gaaf. Oké, deze moeten er maar even uit. Ziet er wel heel cool uit zo. Door met kijken wat er verder in de doos zit. Dit zijn hele leuke NYC katjes. Van... Nou. Super schattige katten squishies in een klein cupje. Heel erg slow rising, maar echt een hele coole squishy. En van die Café Sakura heb je ook dit grijze katje. Deze mooie rode kater. Oh, deze is ook leuk. Kijk, dit is een cream puff. Dan aan de ene kant een katje.
En aan de andere kant het staartje. Super gaaf. Deze squishies zijn gemaakt door NYC. Dat zie je hier. New item creative. Café Sakura. Dat is van hetzelfde als Café de Anne en meer. Deze nog. Met een leuke vlek erop. Volgens mij zijn er meer van die cream puffs. Even kijken. Ja, hier zie je nog een roze cream puff en een blauwe cream puff. En bij deze squishy zit ook een klein hangertje, zodat je hem ergens aan kunt hangen. Superleuk. En zoals je kunt zien zijn het heel veel verschillende zakken van die leuke katten Café Sakura's. En dat komt omdat je natuurlijk, waarschijnlijk 6 verschillende soorten. En dan van elk natuurlijk een aantal stuks, omdat ik dan natuurlijk van elk een aantal stuks heb besteld. Dus vandaar een heleboel. En dan door met deze laatste doos. En hierbovenop ligt een coole poster van een marshmallow squishy. Want die zitten hier dan ook in. Kijk maar, super leuk. Dit ziet er echt super goed uit. De marshmallow squishy hebben we al vaker gehad. Maar dit is een licensed marshmallow squishy uit Japan. En dat zegt altijd wel iets over de kwaliteit. Dus deze squishy is, wow, is super slow rising. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Super mooi. De kleuren zijn ook echt super mooi. Wauw, heel cool. En dan zijn dit de nieuwe dango's van OSC. Wat is ook alweer de vertaling van OSC? Het staat hier vast op. Only Sweet Café. De Kitty Dango. Dit is het zakje. Dat is trouwens wel super cute. Daar gaan we eventjes eentje in doen. Dus ik doe die Jumbo Squishy erin. En dan ziet dat er echt fantastisch uit. We gaan hem natuurlijk ook nog even squishen. Nou, zoals je kunt zien is het echt een hele coole grote squishy. En heel erg slow rising. Nou, deze zien er ook echt super cool uit. Nou, we zijn nog niet klaar met de super coole, super speciale squishies. Daar staan we natuurlijk met moskudus.nl wel bekend om. Dat onze squishies echt heel origineel zijn. Van topkwaliteit. Geen neppers, maar alleen maar echte licensed squishies. Dit is een Creamy Candy Kunimaru Candy Bear. Dat is trouwens, het is wel extra leuk om te laten zien. Van de Candy Bear hebben we namelijk ook de Mermaid. En nu dus ook de Mascot. En de Mascot is dus altijd de zittende Yummy Bear. En de Mermaid is dus altijd de Mermaid. Creamy Candy 2018. Dit is de tag die erbij zit. Dat is een ijsje dit keer.
Love it. Nou, verder zie ik nog meer coole dingen in de doos. Ik zie nieuw Flippy. Flippy de pinguïn. Dit is een kleine squishy. Heel klein zelfs. Mr. Flippy de pinguïn. Dit is ook Creamy Candy. Punimaru. Een leuke kleine squishy. En dat is altijd fijn voor aan je sleutels. Bijvoorbeeld zoals ik de avocado aan mijn oude sleutels heb. Of aan je tas. Ik vind het ook altijd heel leuk voor aan je tas. Dan gaan we van een kleine squishy gaan we naar een hele grote squishy. Kijk, als je ze naast elkaar houdt, dan zie je echt een mega verschil. Dit is een hele grote unicorn cake. En dan bedoel ik ook echt heel groot. Ik hou mijn hand er weer even bij. Het is echt een mega squishy die je bijna met twee handen vast moet pakken. Dan zit echt op een bordje. En hier aan de tag zit nog een leuk kleine extra hanger. Ingredients, mix 4 cups of rainbows, a splash of gold, 2 spoonfuls of magic fairy dust. And now you have a unicorn cake. Punimaru. En beste ever. Heel cute. En onderin de doos zit nog een hele laag van deze unicorn vissen. Deze zijn echt super zacht. En sommige squishies die ik hier heb laten zien, die zijn wat duurder. Maar deze squishies, die vallen wel weer een beetje mee. Ik weet nog niet precies de prijs. Maar deze hebben echt een leuk prijsje. Dus deze vissen unicorns. En echt een aanrader. Dus het is en een donut, en het is een unicorn, en het is een vis. Oh, echt heel schattig. Dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze squishy unboxing te zien. Ik vond het heel leuk, want er zitten echt weer een heleboel leuke nieuwe bij. Mijn favoriet blijft de Humongous Peach. Want dat is echt het coolste wat ik ooit heb gezien. Maar ik vond de spekjes ook cool. De dango's vond ik leuk. Ik vind de unicorn cake leuk. Die kende ik alleen al, want daarvoor hebben we al een ander gezichtje. Hebben we ook de unicorn cake gehad. Ik vind de mini avocado vind ik ook echt super leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, net zo enthousiast zijn als mij. En nu gauw een kijkje gaan nemen op mostcurious.nl. Want wie weet zit er wel iets voor je tussen. En kun je iets leuks gaan bestellen op de site. Het is altijd leuk om even rond te kijken. Maar ik vind het ook leuk als je abonneert op mijn YouTube kanaal. En een duimpje omhoog geeft op deze video. Dan ga ik er snel meer maken. Laat ook zeker je verzoekjes achter in de comments. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.